Ja, Horst dit zegt het al. Goedenavond allemaal. Goedenavond iedereen. Ik, oh god. Het zijn aardig wat comments op de Q&A video. En ja, als ik zeg dat ik ze allemaal ga doen, dan moet ik dat ook maar allemaal gaan doen. Het zijn er, Jesus, wat was de laatste telling? 160 of zo? Ik heb geen idee. Ver over de 100 in ieder geval. En ja, het zijn niet allemaal vragen, dat dan gelukkig niet. En gelukkig zit er ook een aantal gewoon random opmerkingen bij, dus die, daar gaan we ook lekker snel doorheen. Maar we gaan ze wel allemaal door. Even kijken hoor. Wacht even tot het... wat een gezellig muziekje, hè? Nog steeds. Yep. Onoverwinnelijk muziekje. Doe. Even dit nog klaarzetten. Dat schermpje is al goed. Je kan de chat zien. Je kan de comments zien. En je kan ook de facecam zien. Don't you worry. Ik moet alleen even mijn Spotify even wegklikken. Zo, goodbye. En dan zet ik hem op deze. Ah, right. There we are. Dus ik heb een cammetje maar bovenin gezet. Want ja, dat moet je ook ergens kwijt. Kliksie. Jim, we zien niks. Grappig dat mensen dan ook gewoon helemaal gaan lopen panieken. Ze gaan. Als het goed is, zie je wel wat. Mensen die geen beeld hebben, druk op F5, inderdaad. Even kijken, laten we... Is dit onderaan? Ik geloof het wel, hè. 158 reacties. Jesus Christ. Dan gaan we maar eens even onderaan beginnen. Zitten we er klaar voor? Ik geloof het wel, hè. We hebben veel streams vandaag. Ik weet niet of de Project Minecraft er nog steeds bezig is. Die streamen normaal tot 9 uur. Het kan zijn dat het nu is afgelopen, dus die, daar hebben we geen last van. Maar we hebben KSTV Dutchies aan het streamen met Battlefield 3. Met Spectre, Fukuda en een guy die ik niet ken. En ik geloof dat Boyd ook net is begonnen met een Arma 3. Dus mensen, dan weten jullie dat die streams ook bezig zijn, dan... kunnen jullie altijd stream switchen als je daar behoefte aan hebt. Deze video komt ook gewoon op YouTube. Dus de YouTube-kijkers die nu kijken, die hebben daar werkelijk geen reet aan deze info. Even kijken, laten we met de questions snel gaan beginnen, anders wordt het inderdaad wel erg laat. Ik moet er dus rekening mee houden dat hier mijn face zit, dat jullie dus alleen de onderkant kunnen zien. Wacht, zal ik mijn face aan de andere kant zetten? Oep. Want ja... Deze chat is natuurlijk niet zo interessant. Die loopt toch de hele tijd door. Dus laten we het zo houden. Ja, dat vind ik wel een goed idee. En dan heb ik mijn special cam. Die heb ik er ook nog bij. Zal ik die dan hier neerzetten? Je vraagt je af, wat is dat? Even kijken hoor. Oh, ik krijg opeens een mail. Hoor je dat? Wicked. Oh, iemand heeft mij geretweet. Dat is awesome. Wat heb ik namelijk? Even kijken dat ik het snel aan de praat krijg. Come on, buddy. Come on, little buddy. Doet hij het? Please? Yes! Ik heb mijn iPhone weer uit mijn broekzak gehaald. Het is via het draadloos netwerk. En die is bij mij niet optimaal, want er zit er een kleine... Niet overdrijven nou. 8? 8 bij mij in de buurt die bijzonder sterk zijn. Waar zijn ze? Hier heb ik er 1. Die liggen altijd naast me. Wat is die andere etterstraal? Oh, die ligt daar. Kijk hoor, dat je dat kijkt. Die zit onder de stoel. Kom eens hier. Kijk, daar zit hij. Daar zit die motherfucker. Dat is een etter. Dat is Blue. Bluey, eigenlijk, voluit. Bluey. Want ze heeft 1 blauw oog en 1 bruin oog. Ze is, even denken hoor. Een jaar en een maand of 8, 9. Denk ik. En Jiske is de oudste. Die is oud en wijs. Die is rustig. Van haar hoeft het allemaal niet meer zo druk. Die is 6. 6,5 of zo. Dus ik heb... de cam heb ik bij de hand. Als we hem een keer nodig hebben. Dan kunnen we dat ook doen. Oh. Nou, kom. Hoppakee. Zit er gelijk weer om te klimmen. Laten we beginnen met de questions. 3 dagen geleden onderaan. Lievelingseten. Fucking hell. Iets met pasta. Ik wil best winnen. Oh ja, dat was natuurlijk ook nog steeds voor de BioShock giveaway. Dat is volgende week. Dus nog een weekje.
En als je daar dan mee wil doen aan de Bioshock, dan moet je alle video's tussen nu en dan moet je liken. Daarna mag ook wel. Alle video's binnen nu en dan moet je liken. 26 maart komt die game uit. En een comment plaatsen is ook handig. En daarna ga ik gewoon van een random video een random comment pakken. En die krijgt dan de Bioshock game. Alright? Mag ik hem? Nou, dat weet ik nog niet. Dan heb ik een nieuwe serie voor mijn YouTube-kanaal. Oké. Wat is je favoriete Nederlandse en USA YouTuber? Nederlandse YouTuber. Geflauw idee. Ik kijk heel weinig Nederlandse YouTubers. Bijna eigenlijk geen. En mijn favoriete Amerikaanse YouTuber is Jesse Cox. Die heeft een channel die heet OMFG Ketta. En die maakt ook heel veel random games met hele goede commentary. Absoluut de beste die ik vind. Ik zit nog steeds naar links te kijken om... Dat kan ik laten zien. Waar is mijn ding? Hoep. Ga jij eens aan. Uit gewoonte kijk ik nog steeds naar links om op mijn... Op mijn laptop te kijken. Kan ik dat doen? Auw. Ik heb hem wel aangezet, maar eigenlijk is het nutteloos. Want ik zie natuurlijk de chat ook ernaast. Dus. Dat is dan mijn rotzooi. Camera en de monitor. Drink. Rotzooi. Oeh, chocolate eggs. Ja, dat heb ik ook nog. Can you imagine? Woep. Zo, dat was de free cam. Woep, we gaan snel verder. Ja, yeah, ik ben op tijd op de Q&A. Ik ga trouwens eerst de comments van de YouTube-video doen. En daarna richt ik wel op de chat. Dus ga nog niet veel te veel spammen. Alhoewel, ik kijk wel af en toe naar de chat ook trouwens. Jullie zitten toch niet voor Jan Lul te kijken natuurlijk. Dus ik zal af en toe mijn ogen richten op de chat. Zou jij graag op de Kingdom willen? Zo ja, welke? Ik zou best wel een keer mee willen doen. 1 of 2 keer. Het idee vooraf vond ik echt geweldig. Ik vond het echt een ontzettend goed idee van Dus David. En een perfecte manier om YouTubers bij elkaar te brengen. Met eenzelfde game, zelfde series. Dus er zijn nu heel veel YouTubers betrokken met hetzelfde project. Dat vind ik geweldig. Ik had alleen niet gedacht dat het zo scripted zou zijn. Je zit best wel vast aan je eigen verhaal. En er is heel veel acteren bij. Oh, nog een keer een e-mail. Er is heel veel acteren bij. En dat vind ik niet zo. En dat is ook de grootste reden waarom ik het ook niet echt ben gaan vragen. Want ik denk, joh, dat naspelen, dat vind ik niet zo. Is er weer First Choice Cola? Nee. Ik heb Mountain Dew. Ga je meedoen met F-Craft? Als het wordt gevraagd, dan zeg ik geen nee. Ik wil winnen voor een serie. Ik heb geen vraag, omdat ik al vanaf het begin kijk. Oh, oké. Okay. Ik wil winnen. Smijltje. Ik zeg hallo, like a boss. Hoe oud zijn je honden? 6 en... een jaar en een maand of 8. Ik kan maar 1 like geven per video, sorry. Ja. Welk cijfer geef je Guild Wars 1 tot 10? Mountain Dew is lekker, hè? Ja, man. Guild Wars groeit. It's growing on me. Aan het begin vond ik het sowieso een hele goede MMO met fantastische environments. Dus dan zou ik het een 7 geven. Maar nu ik verder aan het levelen ben en meer van PvP begrijp... en wat meer in de higher levels areas kom... wordt het echt heel mooi. Het is... Guild Wars is na World of Warcraft. Het is echt een hele goede MMO. Ik geef het wel een 8, 8,5. Het faalt hier en daar op sommige PvP-punten. Vind ik jammer. Wat meer arena-achtige matches zou wel fijn zijn. Wat meer variatie in de PvP. En ik vind de World PvP a little too much. Die server gaat gewoon over zijn nek. Dat schiet niks op. Dus dat vind ik dan jammer. Maar Guild Wars, yes, absolutely cool. Ik wil graag winnen voor de games. Leuk van... Oké. Ik wil winnen, oké. Okay. Hoe oud ben je? 33. En als je Minecraft streamt, kan je dan ook verlichten? Wat? Ik heb een flauw idee wat hij bedoelt. Als ik Minecraft stream... Zo, sorry, dat schoot even het verkeerde neusgat. Als je Minecraft streamt, kan je dan ook verlichten? Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik kan er geen... Eww, wat bedoel met fakkels? Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar ja, als ik geen fakkels heb, dan wordt het lastig. Maar... Mijn brightness staat, als het goed is, altijd al op fucking bright. Dus... kan ik niet zoveel aan doen, denk ik. In The Walls hoor je ook steeds dat hij Martijn heet. En Yves heeft zijn pronomen gesproken. Ja, ik heet Martijn, dat klopt. Dat is mijn echte naam.
Maar mijn nickname is al vanaf mijn 15e Jim Bolen. En dat ben ik nooit niet gaan gebruiken. 31 kijkers is zo. Oh. Kijkers maakt me op dit moment niet zo uit. Omdat ik het toch ook op mijn YouTube zet. Zap. Oké. Okay. Nice video. Ha, horst dit. Hey. Hoi. Wat zou je nog aan je PC veranderen als een budget van €500 had of hebt? Niets. Mijn PC is nu een half jaar en ik heb daar echt niets aan te verbeteren. Zeker niet voor €500. Misschien. Een tweede grafische kaart erbij, maar dat vind ik overkill. Helemaal niet nodig. Als ik €500 had, dan had ik dat lekker op mijn spaarrekening gezet. En ik zie in de chat. Hoe ben je op de naam Jim Wong gekomen? Dat komt van deze tekening. Kan je dat zien? Hierzo. Dan en Jim tekening. Hebben ik en Dan gemaakt. Danor, die ook meedoet met Left 4 Dead en de Payday shit. Middelbare school hebben wij tekening gemaakt. Hebben wij twee mannetjes verzonnen, Dan en Jim. En daar komen de nicknames van. Een capture card. Ja, dat is misschien wel awesome. Hoeveel likes heeft je eerste video? Fuck. Weet ik veel. Hoe zoek ik dat op? Hoeveel likes heeft je eerste video? 5 Island. Kan ik dat zo snel vinden? No, of course not. Ik ga het even opzoeken. Hoe kom ik heel snel bij de laatste video? Fucking hell. Weet je hoeveel video's ik heb? Jesus Christ. Castaway Islands, no. Oh, hierzo. Let's Play Survival Island heeft bijna 6000 views en 36 duimpjes. Wel veel views, trouwens. Teken je soms nog wel eens? Ja hoor. I do. Daar kan ik straks misschien wel wat van laten zien. Ik heb mijn... Oh ja, er staat niet zoveel in die schetsboek. Ik heb hier een schetsboek, dat kan ik straks wel laten zien. Als je het even onthoudt, Flo Kono, dan moet je na al die vragen hier ook, kunnen we dat even nagaan, alright? Oh, kut, nou klik ik dit weg. In de bedoeling. Zo, yes, awesome. Waarom ben je YouTube begonnen? Omdat ik en Yves op dat moment heel graag iets samen wilden doen. En samen Minecraft spelen was op dat moment een idee. En dat was heel grappig en dat ben ik gaan recorden omdat ik op dat moment toch Fraps had. Dat heb ik een hele lange tijd had ik dat ooit een keer gekocht. Fraps, geen idee waarom. En ik ben Minecraft, onze game, een keer gaan recorden omdat ik dat zelf heel grappig vond. En ik ben dat gewoon gaan uploaden op een YouTube kanaal die ik ook al vanaf 2006 had. Dus eigenlijk zomaar omdat het kon. Ik like zowat al je YouTube feeds, vids en like ze aan mijn favorites toevoegen. Kijk naar Sims, is wel ook een dip met een B. Oké, okay. Jim is de beste commentator van Nederland. Nou nee hoor. Van net... De wereld. Oh, hij wilde eerst Nederland zeggen. Ik, fuck, nee, dat is te klein. De wereld. Zuster van de wereld. Nee, dat vind ik wel mee van. Welke kleur heeft jullie bed? Dat is wit eiken? Of zoiets? Whitewash eiken? Hebben een mobiel? Ja, een iPhone 4S. Hoe oud ben je? 33. Wat is je favoriete tv-programma? Ik kijk niet zoveel tv. Ik kijk wel eens Voetbal International. Vind ik wel leuk. Welke sport vind je leuk? Voetbal. Wat is je favoriete game? Ik ben bang dat die vraag heel vaak gaat voorkomen. Wat is je favoriete game? Jesus Christ. Dan neem ik aan dat hij bedoelt van nu. Dat verschilt. Ik speel op dit moment heel graag Tomb Raider. Vind ik heel erg goed. Ik vind Guild Wars heel erg goed. Ik vind Hitman ook eigenlijk best wel leuk. Al is het soms wat ergernis. Minecraft op zijn tijd. Yeah, don't hate it. Ja, van alles. Dat verschilt. Favoriete game. Leukste games is Gears of War op de Xbox. Crysis. Ja, Crysis. Crysis singleplayer lijkt ook wel heel erg goed te zijn. Heb ik nog te weinig van gedaan. Wat vond jij het leukste moment bij een livestream? Weet ik echt niet. Geen idee. Elke stream is een leuk moment. Vragen. Epic. Bioshock.
Welke game vind je leuker? Assassin's Creed 3 of Far Cry 3? Weet ik niet. Geen idee. Ga je ook nog Assassin's Creed 4 spelen als je klaar bent met Assassin's Creed? Weet ik niet. Ik weet niet welke games ik wel of niet gaat spelen. En welke ik beter vind, Assassin's Creed of Far Cry 3, weet ik veel. Allebei andere games. Allebei hebben ze hun ding, denk ik. Ik hoef hem niet, maar hoeveel petjes of hoedjes heb je? Ik heb geen hoedjes. Ik heb één dat flat cap ding en ik heb een stuk of drie muts dingen. Ga je nog een serie doen met Project Minecraft? Ja, niet alleen met Kim, maar ook met Sam en Rens. Als er een keer een goed idee is en we hebben met z'n allen tijd en we er allemaal zin in, dan zou dat zomaar kunnen. Waarom niet? Maar op dit moment, hebben we allemaal zo onze eigen games. Ik heb zoveel games om te doen. Waarom wou je beginnen met een YouTube-channel? Nou, niet. Ik ben nooit begonnen met een YouTube-channel om een YouTube-channel te hebben, maar gewoon omdat ik wat wilde uploaden. En dat doe je tegenwoordig via een YouTube. Dat heb ik dus al daarnet beantwoord. Kan je weer een serie met Project Minecraft doen of kan je misschien in een Kingdom? Nou, in een Kingdom kan ik denk ik niet. En ik kan altijd wel weer een keer een serie doen met Project Minecraft. Ja, dat is een idee wat altijd kan. Wanneer ben je begonnen met gamen? Fucking hell, weet ik veel. Op mijn 10e of zo. Donkey Kong? Fuck, weet ik veel. Nog voor de Nintendo tijd in ieder geval. Wanneer kwam je op het idee dat je een gamekanaal wou maken? Wauw, kan ik die overslaan? Die heb ik wel beantwoord, toch? Ja, die heb ik wel beantwoord. Vind ik wel. Dat is een beetje hetzelfde idee wanneer ik ben begonnen. Dat was eind februari trouwens. Bijna. Jim is not amused. Nee, maar fuck. Het is zo vaak dezelfde vraag. Eind februari hebben we toen onze eerste Minecraft video geüpload. En dat was omdat het kon. Niet echt met een voorbedachte raad of zo. Toen je eerste video uploadde, dacht je dat het succes zou worden? No. Geld mee verdienen? Nee, absoluut niet. Ik dacht sowieso niet dat het een succes zou worden. Ik had toen het idee, al haal ik 200 subs. Dat lijkt me geweldig. En toen we dat eenmaal hadden gehaald, dacht ik van nou, al zal ik ooit 2000 halen, dan is mijn ultieme doel bereikt. Nou, dat ben ik ver overheen. Ik heb bijna dubbele, dus. Yes, I'm pretty happy. Weet jij of Kim een eigen kanaal heeft of ze ook video's uploadt? Nee, Kim heeft geen eigen kanaal. Kim heeft geen eigen kanaal. HPC is niet zo goed, dus ze zou op dit moment niet zelf kunnen recorden en kunnen editen. Ze gaat uploaden voor Project Randomia. Ze gaat uploaden op Project... Oh, dat is hun tweede kanaal. Ze ging iets van artwork, geloof ik, was het idee. Als ik klaar ben met de vragen, ga je dan nog een game streamen? Nee, man. Daar heb ik helemaal geen zin in. Denk het niet. Daar heb ik beantwoord. Call of Duty of Battlefield? Call of Duty. Minecraft of Terraria? Minecraft. Heb je wel eens The Binding of Isaac gespeeld? Nee. Wat vond je ervan? Nee. Heb je een fijne jeugd gehad? ja hoor. Ik denk het wel. Ik heb er geen last van gehad, dus. Volgens mij was het wel een prima jeugd. In welke plaats woon je? Vlakbij Rotterdam. Ik wil je een game geven, maar heb geen geld om te sturen. Als ik in de buurt woon, kan ik het langskomen brengen. Nou, doe me niet hoor. Ik hoef niet zo nodig mensen voor mijn deur. Nee. Ik woon vlakbij Rotterdam, maar langskomen, dat hoeft sowieso niet. Wat vind je van de Kingdom? Ik vind het project geniaal. YouTubers, grote YouTubers die samenwerken en heel veel duo commentaries gaan doen voor hun serie is geniaal. Is absoluut geniaal. Als dus David het zelf heeft verzonnen, good job. Absoluut good job. Heb je wel eens drugs gebruikt? Ik denk dat je dan party drugs bedoelt. Dus weed of LSD of zo. En nee, dat niet. Dat niet. Maar ik denk dat tussen de dagelijkse medicijnen die ik slik, dat daar vast wel iets tussen zit wat ook als drugs kan worden gezien. Dus dat betreft, dan gebruik ik het dagelijks. Maar dat zijn medicijnen, dus dan is het toch anders. Wil je een keer een huistour doen? Ja, sure. Vast wel. Wat waren mijn vragen? Ik doe niet mee aan een giveaway. Oké. Ik vind het zonde van jouw geld. Ah, maar het kost me geen geld. Het kost me geen geld. Dus waarom begin je met je kanaal? Nou, die vraag heb ik beantwoord. Hoe ben je groot geworden? Door heel veel vitamintjes eten.
Hoe kom je aan Adobe programma's? Via mijn werk. Biome is love it. Bio is love it. Oké. Laat mij AUB winnen. Nee, joh, ben gek. Moet je geluk hebben. Ik heb gelijk om te winnen. Kan niet wachten tot de volgende dead. Ik kijk alle games en like jouw streams. Laat het mij zijn. Oké. Wat is je beste game ooit gespeeld? Fucking hell. Ook altijd die vraag. Wat zeg ik dan altijd? Quake 3. Quake 3 Arena. Quake 3 Arena. Ga je ooit nog Battlefield Bad Company 2 spelen? Ik denk het niet. Waarom ben je begonnen met streamen? Omdat het kan. Omdat het leuk is om te doen. En je hebt mensen die altijd reageren. Kijk eens hoe gezellig. Railgun, ja man. Instagib. Instagib Quake 3. Awesome, awesome. Waarom ben je begonnen? Hoe lang ken je Project Minecraft en Just Draw Cats al? Ik heb werkelijk geen idee. Ik ken Boyd ken ik al langer dan Project Minecraft. Ja, Project Minecraft ja, heb ik bij de Dutch YouTube Gathering nummer 7 heb ik die voor het eerst gesproken. Toen hebben we wat afgesproken om te doen. Dus vanaf toen eigenlijk. En Boyd weet ik veel. Ik kwam bij Boyd via Roman. Omdat ik daar een soort spotlight ding had gedaan. En zo ben ik ook bij KSTV gekomen. Wat is dit? Wat is naast gaming je favoriete vrije tijdsbesteding? Dat zijn mijn honden. En series kijken, video kijken. Films kijken. Of voetbal kijken. Of tekenen. Of wat dan ook. Hoe lang ben je? 1,78 meter, geloof ik. Ja. 1,78 meter. Woon je nog bij je ouders of alleen? Ik woon op dit moment heel erg alleen. Oh, wacht, ik sla deze over. Hoe oud ben je? 33. Wat vind jij de leukste game die je hebt gespeeld? Ooit, neem ik aan dat je dan bedoelt. Nou, dan zeg ik gewoon weer Quake 3. Hoeveel honden heb je? 2. Heb je een vriendin? Nee, heel erg niet. Woon je nog bij je ouders of alleen? Heel erg alleen. Ik zou het cool vinden als ik win. Beste Jim. Beste Tijn. Verder staat er niks. Nee, Jim, je bent te oud. Huh? Ben je dan oud? Wat? Oh ja, waarom vraag je niet aan Sam of je in een kingdom mag bij hem? Of je niet in een kingdom mag bij hem? Je bent heus niet te jong voor hun hoor. Lijkt me wel leuk als jij in een kingdom komt. ik ben niet te jong hoor, denk ik. Nee. Lal. Reactie weergeven. Is dat geen vraag? Wat? Oh, dat gaat hier zo. Ik heb alleen een vraag, ga zo door, je bent awesome, kijk altijd naar jouw video's en stream, groetjes van Sit the Killer. Dat is inderdaad geen vraag. Puppy slime, oké. Okay. Stel je zou helemaal nooit met YouTube zijn begonnen, wat had je dan nu gedaan? Ik denk dat ik dan nog steeds lekker achter mijn Xbox console games aan het doen was. Dus Gears of War 3, best game ever. Dat is mijn best game, en het is een beetje tricky, Gears of War 3 of Quake 3. Een van die twee. Ik vind ze allebei wel heel erg goed. Wat had je nu gedaan? Gamen waarschijnlijk. Gamen en honden. Sporten en shit waarschijnlijk. En tekenen. Ja hoor. Hoe lang heb je al een gamekanaal? Een jaar en een maand. Ongeveer. Als je geen king bent met kingdom. Dan hoef je heus niet mee te doen met storyline. Misschien een paar keertjes. Ja, maar goed, ik zou niet... Volgens mij, dat weet ik niet. Volgens mij moet je uitgenodigd worden door een YouTuber. En dat zit er denk ik niet in. Ik wil die game wel winnen. Heb je nog wel eens contact met Eve? Ja, dat moet wel, want we hebben een huis. Die nog samen van ons is. En die moeten we verkopen. En dat geeft heel veel schulden met zich mee. Dus er zijn heel veel dingen die we nog samen moeten oplossen. Mensen, hou eens je bek over Eve. Oké. Zijn gescheiden. En nog wel hele goede vrienden. Nou, dat valt ook wel mee. Ik zou er graag die game willen hebben. Oké. Vind je koekjes lekker? Ja hoor. Vind je ook dat kaas baas is? Nee, ik... Nee. Ik zou die game wel super graag willen hebben. Oké. Eén vraag die ik heb. Word je wel eens herkend op straat of in een winkel? Nee, gelukkig niet. Waar neem je mee op? Met Fraps of met XSplit? Een Nederlands gamekanaal gaan maken als je mijn vrachtband... Word vind ik je echt cool, maar ik vind je nu oké, heel cool. Fucking hell. Hier heb ik dus moeite mee. Ik heb hier geen idee wat hij hier bedoelt. Waar neem je mee op? Nou, dat is Fraps. Wat ik wil, oké, een Nederlands gamekanaal gaan maken. Als je mijn vrachtband, word vind... Shit.
Shit. Wanneer ben je begonnen met games opnemen? Eind februari 2012. Ik ken de hele game niet, doe gewoon mee voor de fun. Oké. Hoe jong ben je? 33. Wil hem zelf kopen voor de PlayStation 3, maar PC is ook vet, kan ik Let's Play maken? Sure. Waarom ben je een gamekanaal begonnen? Heb ik al beantwoord, omdat het ons verveelde. Ik heb 3 vragen. Wat record je en edit je filmpjes mee? Ik record met Fraps of XSplit en ik edit het met... kunnen jullie dat zien in de stream trouwens? Hier onderin? Je kunt het zien. Ik heb dus Premiere, gebruik ik voor mijn editing. Ik heb Photoshop voor andere dingen. Ik heb Audition voor mijn mic. En ik heb InDesign voor mijn... noem het eens. Mijn thumbnails. Thumbnails, dat doe ik met InDesign. Vraag dan aan Sam of hij je vraagt bij Teros. Ik ga er niet om lopen leuren, want dat vind ik niet nodig. Als het me wordt gevraagd, dan zal ik erover nadenken, maar... hoe ben je erop gekomen om... Hoe heb je Kim leren kennen? Dat was in de Tekkit server. Kim was een keer online in de Tekkit server en zij kwam ergens niet uit en ik ben haar gaan helpen. En zo kom je in een gesprek. Wat verberg je onder die muts? Mijn hoofd, voornamelijk. Het is niet alsof ik nog nooit zonder een pet of muts op heb. Mijn setup video, daar heb ik niets op. Het is een kaal geschoren hoofd. Bij gebrek aan haar aan de bovenkant. En dan vind ik gewoon de moeite gewoon niet lullig doen en gewoon eraf scheren en klaar. Wat was 3 nou? Oh ja, hoe ben je erop gekomen om Minecraft te gaan spelen? Omdat het makkelijk was. Easy game. Eve had nog nooit games gedaan en dan is het makkelijkste om... om Minecraft te gaan doen. Iemand in de chat zegt, hoe heb je Project Minecraft al leren kennen? Heb ik net beantwoord, Pieter Party Creeper. En ik ga dus geen dubbele vragen beantwoorden. Dan moet je op YouTube maar de video gaan terugkijken. Mag ik Battleground, of Battleground? Mag ik een background en zo voor je maken? Nee, dat doe ik zelf. Als ik er zin in heb. Ga je nog een keer Tekkit spelen? Kans is klein. Hey yo Jim, wat vind je goede oude Nintendo games zoals Mario, Metroid, Zelda en die Shizzle Wizzle? Zelda, ik weet niet meer hoe die game heette. Zelda van de Super Nintendo vond ik heel erg goed. En de Super Mario's waren ook wel goed. En Mario Kart en shit. Maar het is lang geleden hoor, die dingen. Motiveren likes en views jou? Ja, natuurlijk. Als je een video uploadt die goed bekeken wordt en positieve comments op zijn, dan weet je dat je goed bezig bent. Dus... Wanneer weer een random world, weet ik niet. Gamecube. De Wind Waker. Wauw, dat is lang geleden. De Gamecube. Jesus. Heb ik nooit gespeeld. Maar ik ken de game wel, ja. Awesome. Hoe ben je met Kim gaan gamen? Dat was dus via Tekkit. Ik like. Nou, mooi joh. Who Hate Away. Okidoki. Hoe lang doe je al YouTube? Een jaar en een maand. Alvast gefeliciteerd. Oh, iemand is vrijdag jarig. Yay. Oh, hij is vandaag jarig. Nou, Gamer Freak, wel gefeliciteerd hoor. Ik wil Bioshock graag winnen. Ik vind Crysis 3 leuke streams. Serie. Blauw of pizza? Fuck. Bioshock Unwanted, I like Jim. Noem eens alle games die je ooit gespeeld hebt op. Ja, sure, daar ga ik aan beginnen. Zijn er te veel om op te noemen. Waarom ben je zo awesome? Flauw idee. Ik vind van niet trouwens. Wat vind je tot nu toe de leukste? Wat vind ik tot nu toe de leukste game? Tomb Raider? Valt me zeker niet tegen. Maar ik denk dat Bioshock Infinite daar nog best wel overheen kan. Ik zit erg te wachten op Bioshock Infinite. Ik ben heel benieuwd naar die game. Ik denk dat die heel cool wordt. Ja, dat wisselt. Fuck. Nintendo 64, beste consoles. Ja, Super Nintendo. Ja man, de meeste mensen liken nu alleen omdat ze wat willen winnen, waarom niet altijd zoveel likes? Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Waarom ben je begonnen met YouTube? Jesus! Hoe kom je aan dat intro muziek? Waarom gebruik je het als intro muziek? Nou, de intro muziek waar het vandaan komt, dat staat altijd in de omschrijving. Dat is van Kevin MacLeod. Als je dat googelt, kom je op zijn site terecht. Die heeft heel veel royalty free muziek. En dan kan je gewoon doorheen zoeken en dan kan je dan, zolang jij geen geld verdient, kan je die muziek gratis gebruiken. En als je er wel geld mee wil verdienen, kan je voor $20 of zo kan je dat nummer kopen. En dan mag je het gebruiken. En waarom gebruik ik het als intro muziek? Omdat ik het een leuk, omdat ik het lekker vind klinken. You are amazing and awesome. Ik wil heel graag de giveaway winnen.
ik like al je filmpjes, ik hoef de game niet. Ga je weer een keer met kijkers Counter-Strike Go spelen? Als mijn streams weer een keer goed bekeken worden en mensen die op dat moment online zijn, die willen dat, dan ga ik dat doen. Maar de laatste paar keer zijn er maar 20 kijkers en er zijn er misschien maar 1 of 2 die dat zouden willen en daarvoor ga ik het niet doen. Dus er zouden er gewoon heel veel mensen moeten komen die dat willen. Hoe meer mensen, hoe meer kans dat we dat gaan doen. Al zijn er 20 mensen die met mij willen Counter-Strike Go spelen, dan zet ik wel een server op hoor. No problem. Ik like elke video, soms favorites ook. Jim, hoeveel subscribers dacht je dat je maximaal zou halen toen je YouTube-account aanmaakte? Geen idee. Ik vond toen 200 al veel. Dus. Skype is de... ik vind het een hele begindeuntje. Waar... Wat voor PC heb je? Ik heb een Alienware Aurora R4. Met een 3820 i7 processor. En een 680 GTX videokaart. En 16 gig RAM, 1600 MHz. Wat vind je een van de leukste RPG games die je hebt gespeeld? Fable is de eerste die in me opkomt. Wat vind je de leukste soort game? Shooter. Hoe duur was die PC? Veel geld. Die was goed geld. Vind je YouTube leuk? Ja, natuurlijk. Anders zou ik het niet doen. Waarom doet Eve niet mee? Nou, jij kan opdonderen. Ik hoef die game niet. Nou, ik hoef jou ook niet als kijker, als ik heel eerlijk ben. Hoi Jim, super vet dat je die game gaat weggeven. Ik wil hem graag hebben. Alright. Ja, hier is iemand gelukkig. Gelukkig zijn er mensen die daarop op reageren. Je bent gewoon vergeten dat je op je stream ook een Q&A hebt gedaan. Al was dat zonder Eve. Oké. Jongens, ga geen vragen stellen over Eve. Inderdaad. Holy shit, titballs. Je hebt veel games. Ja, inderdaad. Hoe ben je begonnen met een YouTube-kanaal? Wat heeft je geïnspireerd? Helemaal niets. Hoe kom jij aan geld zonder YouTube? Wat denk je van werken? Wat Horstit zegt, dat is inderdaad mijn setup. Ja, klopt. Liquid cooled trouwens. Staat dat er ook bij? Dat is heel vervelend, die melding. Zeg, dat hoeft niet elke keer te doen. Hoe kom je aan geld zonder YouTube inkomen? Werken, dude. Werken. Jesus Christ. Wat een rare vraag. Ik wil die game, lijkt me cool. Bekijk je ooit zelf je video's? Ja, want ik edit ze. Ik moet ze in Premiere moet ik ze in stukken knippen. En dan bekijk ik ze. Want dan moet ik weten waar ik het beste kan knippen. Wat vind ik ervan? Ja, lachen. Fuck. Oh, de H60 koeler is een waterkoeling. Oh, sorry. Ja, ik heb er niet zoveel. Ik heb me daar een lange tijd van teruggetrokken van game PC's bouwen. Ik heb het de tijd wel gedaan. Heel veel dingen wist ik nog wel. Maar crap, daarom heb ik het lekker Alienware laten doen. Anders had ik het zelf wel gebouwd. Hoe ben je aan die intro liedje gekomen? Nou, Kevin MacLeod. Wat vond je de beste game van 2012? Ik vind dat de game... van 2012 denk ik dat Dishonored is. Ik heb hem gekeken bij Jesse Cox. Ik heb hem zelf helaas niet gespeeld. Wat is die game goed? Dishonored, holy shit. Er zijn mensen die denken dat je miljoenen verdient met YouTube. Nee, dat is niet waar. Ik verdien op dit moment... Ik heb dus een YouTube kanaal van 4000 abonnees. En iets van... Shizzle. 70.000 views per maand... En dan verdien ik zeker wel €40. Wat is volgens jou en de kijkers een goede game laptop voor rond de €700? Ik zou, als ik jou was, bij MSI kijken of bij Asus. Wat vind je tot nu toe de leukste game van 2013? Tot nu toe. Vind ik tot nu toe. Ik denk Tomb Raider gaat wel de goede kant op. Maar ik speel zoveel games. Fuck, ik kan niet kiezen. Ik kan er gewoon niet in kiezen. Dat legt er gewoon aan waar ik zin in heb. Flauw idee. Heb je veel geduld? Soms wel, soms niet. Ga je ooit Far Cry 3 multiplayer spelen? Nee, want ik heb die game al gedeïnstalleerd. Welke game wou je vroeger altijd spelen, heb je vandaag de dag nog nooit gespeeld? Dishonored. Die had ik graag willen spelen. Maar ja, nou ken ik de game, ik ken de story, dus ik ga hem ook nooit meer spelen. Vroeger, hij zegt ook vroeger.
Weet ik niet. Geen idee. Als ik een game wilde spelen, dan ging ik hem of kopen of downloaden. Dus er waren niet heel veel games die ik niet heb gespeeld, maar wel wilde spelen. Maar Dishonored. Heb je ooit iets willen doen, maar wat je nu nog steeds niet hebt gedaan? Ga je ooit stoppen met vloeken? Nee, man. Nee, dat zit er niet in. Ik zou het niet weten. Als ik iets wil doen, dan ga ik dat altijd proberen te doen. Speel je ook games in je vrije tijd zonder recordings? Ja hoor. Guild Wars eigenlijk het meest. Dat speel ik het meest voor mezelf. Beetje levelen. Ik wil heel graag level 80 worden met Guild Wars. Zodat we de grote gebieden in kunnen. En dat we alle dungeons kunnen doen. En daar gaan we video's van maken. Dat is het idee. Guild Wars speel ik heel vaak offline. Wanneer komt Minecraft? Ja, als ik er zin in heb. Fucking hell. Heb je ooit... Oh, die heb ik al gedaan. Ik doe het op mobiel, maak dat uit. Ja, geen rang man. Welke game die je nu speelt vind je het leukst? Fuck, altijd diezelfde vraag. Fuck. Weet ik niet. Hoe jong ben je? 33, YOLO. Fuck you. Welke game heb je altijd alles willen spelen? Fuck. Dishonored. Waarom ben je ooit begonnen met video's maken? Fuck, heb ik dat ook niet al 100 keer beantwoord? Heb je ooit wel eens een free game gespeeld met goede graphics of weet je er een? Een free game met goede graphics? Ja. Wow. Wat is je favoriete genre in games? Denk daarbij aan first person shooters fantasy. Shooter! Had ik ook al beantwoord. Damn it. Free game met goede graphics? Geen idee. Weet, kan ik niet opkomen. Waarom ben je ooit begonnen? Oh, heb ik al... Denk je dat je dit over 10 jaar nog steeds zal doen? Ik denk dat over 10 jaar YouTube compleet anders is. Ik denk dat YouTube meer op de achtergrond zal zitten over 10 jaar dan dat er meer streaming is. Dus. Mama, oké. Wil je een Minecraft Feed the Beast doen? Denk het niet. Geef hem maar aan iemand anders. 50% is vraag 1. Welke spel ben je nog van plan te gaan spelen? Sowieso Bioshock. Is er één van. Bioshock Infinite. En man, alle games waar ik aan kan komen wil ik gaan spelen. Ik wil zo graag winnen. Hey, dit is spam. Ik wil winnen. Oh, oké. Laat maar. Fuck you. Hey. Gym is awesome. Awesome. Super vet gym. Yay, giveaway. Yay, Walking Death. Oh, Walking Dead. Oh, oké, het wordt hersteld. Vind je dat je een groot kanaal hebt? Al was het 2 jaar geleden met 4000 subs, dan denk ik dat je inderdaad wel een groot kanaal hebt. Tegenwoordig is 4000, 5000 denk ik gemiddeld. Ik denk dat je echt wel richting de 10.000 moet gaan voordat je jezelf groot kan noemen. Nee, niet groot. Maar groot genoeg hoor. Voor mij vind ik dat best prima. Ik denk dat ik... Oh, fuck. Zijn we er al? Hey, jij bent cool. Oké. Yay, giveaway. Ik ben een lange goede fan. Daarom deze vraag. Wat is jouw YouTube story? Wat? Wat is mijn YouTube story? Ik weet niet wat je bedoelt met mijn YouTube story. Heb ik een YouTube story? Ik heb geen idee. Ga je SimCity spelen? Ja, als ik het spel krijg, dan wil ik het best spelen hoor. Potverdorie. Oh, dan kan je de nieuwe vragen zien. Laat dat inderdaad eens doen. Refresh. Oh, kijk eens. Hier hebben we spam. Een paar vragen. Hoe heet je honden? Jiska Bluey. Kun je honden laten zien op de webcam? Dat heb ik gedaan, toch? Waar zijn ze trouwens? Waar is Blue? Bluey. Bluey. Hey, little asshole. Maar hondjes heb ik al laten zien. Die zal ik straks nog een keer laten zien. Wat vind je van de kanalen waar maar 1 game op gedaan wordt? Prima toch? Als ze daar goed in zijn. Fuck. Wat je ook doet, al heb jij een kanaal waarnaar gekeken wordt, dan doe je het goed. Ik bedoel, al ga je alleen maar lopen dansen of 5 minuten lang op de wc zitten. Als mensen het liken, dan doe je het toch goed? Wat zijn jouw tips voor beginnende kanalen op YouTube? Doe je ding. Ga niemand nadoen. Doe je ding en have fun.
Een fan sinds PM, je liet zien bij Dutch YouTube Gathering, Joris. Tekeningen, yes. Goed zo, Floco Ono. Wat wil je in de toekomst gaan doen? Ik veel. Alles waar ik zin in heb. Random reactie tijdens de stream. Asshole. Nou, hebben volgens mij mensen bij deze video, met de Q&A stream aankondiging, ook vragen gezet. Even kijken hoor. Ja hoor, leuk, ik kom. Wie was je eerste vriendin? Wauw. Een of andere blonde chick. ik ben erbij, ik ben er. Hoe heet die honden? Heb ik dat dan niet? Eh, fuck, dat heb ik dan net ook al gezien. God damn it. Wat is je favoriete game? Heb ik niet. Yay, new stream. Awesome. Awesome, possum. Dat was het dan, hè? Jeetje, dan zijn we er al doorheen. Dan kan ik mij aan de andere kant zetten. Daar. En dan doen we deze. Tekeningen laten zien. Even kijken wat hij doet. Hebben we contactie? Het is niet heel erg goede kwaliteit, maar dan kan ik volgens mij kan ik dat aanpassen, toch? Hier zo. Kom op! Mwip. Zo, doet hij het? Hij moet er heel erg van nadenken. Ja, volgens mij is het goed genoeg, toch? Sure. Ik had een schetsboek. Ik heb er heel veel rondom, hoor. Overal. Staat hier nou veel in, of niet? Dan moet ik zelf even kijken, hoor. Ik weet niet eens wat voor schetsboek dit is. Oh, die is heel erg leeg. Damn it. Ah, hier heb ik een volle. Un momento, s'il vous plaît. Woep. Ah, maar dit is een hele oude. Fuck. Jeetje, dit is een hele oude. Dit is een heel oud schetsboek. Even kijken, hoor ik dat zo goed? Ik zie niets. Ah, daar is die. Zo. Dit was voor een blue, dus niet blue. Kom op, zeg. Kom, ga eens laag. Ja, de camera is niet super smooth. Daar kan ik ook niks aan doen. Draadloos netwerk, straks dik. Dit was voor een project met een collega. Oh god, dat gaat dan niet de hele tijd door. Heel veel shit. Zit een beetje te zien, niet echt, hè? Yes, daar heb ik een kaartje van gemaakt. Van dit. You're so lucky to have a guy like me. Had ik een kaartje van gemaakt en op Valentijn gegeven. Aardig, hè? Yes. Het waren ook allemaal tekeningen. Nou, dan moest ik dat andersom ook doen, natuurlijk. Er zijn nog steeds flex-tekeningen. Jeetje. Hé, hey, kijk nou! De originele Dan en Jim. Of een Dan en Jim. Dit is dan een jaartje of 6 geleden, denk ik. Zoiets. We hebben ze regelmatig geprobeerd te herleven. Ja, dit was een tekening daarvan. Dat was voor een verhuiskaart. Hier hebben we nog meer Dan en Jims. Ja, hoor. Dit was voor een collega. Oh boy. En dat is opeens liggend, really? Dit was ook voor een collega. Staat niet echt heel veel in het bijzonder zin, hè? Ja, dat krijg je met schetsboeken. Betekent alles wat los en vast zit. Mama, wat is een retard? Kijk maar in de spiegel, jongen. Ja, ja, humor. Dat was geloof ik voor een forum. Dat is ook een collega. Dat is ook een collega. Ja, ik teken graag voor collega's. Voor de rest zijn het allemaal hele snelle rotzooi dingen. Hoe gereed aan, hè? Echt niks interessants? Fuck. Ja, sorry. Kan ik ook niks aan doen.
Jim, wat een retard. Kijk maar in de spiegel, jongen. Ja, hand gestures. What the fuck is dit? Oh, dit was al... ja, dit zijn alleen maar krabbeltjes. Oh, kijk, Boyd. Hey, Boyd. Wat doe jij nou in mijn tekenboek? Gekkenhuis. Hey, Boyd. Roman. Oh, het was alweer leeg. Nou ja, dat was een schetsboek. Oh, oh. Dat was een schetsboek. Anything else in the chat? Dit is je kans. Teken Sam. Poeh, ja, die heb ik toch getekend trouwens. Guys, die heb ik toch getekend. Die heb ik getekend. Die kan ik laten zien. Ga je Windows 8 kopen? Nee, joh. Title music. Background stuff? Wat heb ik nou die tekeningetjes? Case TV, logo's. Hier zo. Rens en Sam. Kijk eens. Woep. Ik kan mezelf niet zo goed zien. Sta ik in de weg? Hier zo. Rens, Sam. Rens nog met zijn wat langere haar. Hij heeft nu heel kort haar natuurlijk. I know. Maar die heb ik natuurlijk getekend voor de Random World als ze een keer meededen. Kan je ook een keer een lesje tekenen op YouTube? Maar nou, het probleem is dat ik het niet zo goed kan hoor. Ik kan wel hoofdjes tekenen, maar voor de rest is het niet zoveel. Ga je nog een spel spelen voor je livestream? Dit is toch een Q&A? Dit is toch een Q&A? Of voor werk oefen je uit? Ik ben een preprinter. Ik bereid bestanden voor printa. Voornamelijk. Een lesje tekenen op YouTube. Doe gewoon, is leuk. Wat? Heb je nog meer? Wat nog meer? Nog meer wat? Wat? Vind je werk leuk? Ja, natuurlijk. Sure. Bedoel je meer tekeningen? Wie zegt dat nou? Ik ben de naam kwijt. Joris. Joris de Boer. 97. Doe gewoon, is leuk. Ik denk dat hij tekeningen bedoelt, hè? Ja, ik bedoel tekening. Ik heb beneden. Dit schetsboek. Oh, weer e-mail. Jeetje toch. Wie zit er nou toch de hele tijd aan e-mailen? Even kijken hoor. Wat gebeurt er allemaal met mijn e-mail? Ik krijg. Kees TV zit de hele tijd te retweeten. Oh. Twitch TV, Jim Wall met Guild Wars? Wat? Nee joh, ik ben helemaal niet met Guild Wars bezig. Wat is het nou voor flauwekul? Gekke hoos. Ah, juist. Nou heeft het goed geretweet. Fucking hell. Gooi je reclame in en pak het schets. Ah, wat zit er nog altijd te zeuren? Dat stomme iWebcamera. Moet ik dat andere ding pakken? Ik pak dat andere schetsboek wel. Er staan wat recente tekeningen in. En laten we dan inderdaad een minuutje commercials doen. Heb ik ook nog een keer commercials. Ik doe het normaal nooit. Ik ben niet zo van de commercials. Even kijken hoor. 60 seconden commercial. En dan pak ik even... Ik had het natuurlijk met die iPhone cam kunnen doen. Maar dan kunnen jullie mij niet horen. Als ik met de camera ga lopen. Dan kun je mij niet horen. So that's a problem. Ik zet de commercial aan. I'll be right back. Zo. Wil je zitten niet aan de hoeren, nee? Lamstraal, die zit wel aan de hoeren. Godverdikke me. Naling.
Was je weer paggen aan het slaan? Wat zegt hij? Wat fijner van Jim. Wat vind je van 1.5? Nog niet gedaan. Vond je van Far Cry 3? Het begin was goed, maar het werd een anticlimax. To be honest. Alright, dan kan ik dit weer aanzetten. Kijk wat dit doet. Jij bent best wel fashion, really? I don't think so. I look like a hobo. Nee hoor, dat valt wel mee. Zo fashion ben ik niet. Oh fuck, het gaat omhoog. Er zit die camera zit in de weg. God damn it. Blue! Fuck! Niet doen! Doe! Geslaag! Vooruit! Geslaag! Lachie, lachie! God damn it. Hé. Zit dit in de weg? Oh, val mee. Hoe kan ik dit, Oh dear, oh dear. Zo. Zo dan? Zo gaat het wel. Zoiets. Waarom is hij gedraaid? You kidding me? Nee joh. Camera change. Ik snap niet waarom dat dit nou zo raar laat zien. Hé, oké. Woep. Titi. Ja, dat willen mensen blijkbaar zien. Die willen mij door een schetsboek heen zien bladderen. Doe. Hallo Twitch, zie je me? Ja hoor, ik zie je. Hoezo niet? Zie je wel hoor. Lots of boobies, hé? Yes. Boobs. Ha, heel veel drukke mannetjes. Sommige berichten van mij komen niet aan. Really? Oh. Dat is inderdaad heel vervelend. Ja, Twitch is nog steeds een bitch af en toe. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Zoals je ziet gebruik ik het papier optimaal. Zoveel mogelijk tekenen op een vel papier. Papier is namelijk duur van deze schetsboeken. Dat verbruik je niet graag. Black Ops 2 of Far Cry 3? Dat is, je vergelijkt een multiplayer met een singleplayer. Dat kan je niet vergelijken met elkaar. Onzin. Kijk, eens allemaal tekeningetjes. Ja, ik wou dat ik er wel bij kon vertellen, maar... Het zijn zulke random dingen. Oké, ik heb ook nog een hond getekend hier zo. Border Collie. You see? See? It's a Border Collie. Ah. Wil je wat vragen, dan kom het niet aan. Ja, dan ja. God damn it. Blijf proberen, denk ik dan. Blijf je vraag spammen. Voor deze ene keer mogen mensen wel meerdere keren hun vraag in de chat zetten. Blijkbaar zijn daar problemen mee. Kijk, die is wel awesome. Een van de weinige keren dat ik een tekening ook inkt. En dat het nog redelijk eruit ziet. Ja, die vond ik awesome. Dan doe ik er verder niks mee natuurlijk, maar goed. Nog meer tekeningen. Awesomeness. Maak gewoon een keer voor de lol een strip. Ja, dat zou ik wel willen doen, maar ik ben niet zo goed in dingen afmaken. Border Collies zijn ballen. Die zijn gek op ballen. Jim Private Lobby op Black Ops 2 stream ooit doen? Hè? Ik weet niet eens wat je vraagt, Dreamit. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Laatste vraag. Hoe moet jouw perfecte gamer uitzien? Wauw, weet ik veel. Nee, perfecte game bestaat niet. Geflauw idee. Moeilijke vraag. Just love it. Jesus, van de vraag. Daar moet je echt serieus over nadenken. Dat is niet iets waar je zomaar antwoord op geeft. Teken je nog redelijk vaak? Nou, niet zo heel vaak.
Is het niet tijd om 1.5 te testen? Nee hoor. Ik vind het niet. Oh, kijk eens. Heel veel tekeningen hier. Dit is een periode geweest dat ik wel heel veel tekenen. Dat kan je zien. Dan word je ook langzaam beter. Ga je ooit een stream doen dat je tegen subscribers speelt in een private lobby Black Ops 2? Probleem is, net als met Counter-Strike, dat er te weinig mensen zijn. Dan zou ik dat nu doen in een stream. Dan zijn er misschien maar 4 mensen, nog ineens. Nog ineens 4 mensen die er mee willen doen. En dat vind ik zo zonde, dat ga ik niet doen. Dat slaat nergens op. Kijk eens, faces. Dat lukt wel hoor. Mooie tekeningen. Ja, ik heb niet echt heel veel bijzonders te vertellen. Hands, yes, yes. Ik kan me ook niet meer herinneren waar ik, of dat ik dit allemaal met een idee heb gedaan. Ja, altijd wel. Gewoon tekenen om te tekenen. Heel veel honden sketches. Nog meer heads. Mag ik wel het eind. Oh, die was ook wel goed gelukt deze. Die mag ik ook wel. Very good drawing. I like that one. Welke telefoon gebruik je? Een iPhone 4S. Oh, dat waren de oefentekeningen voor Kim. Ik heb natuurlijk Kim ook getekend. Maar voordat je dat een beetje uit de losse hand kan doen, dan heb je daar wel wat practice voor nodig. Ja, boze Kim. Dat was de laatste zeker. Ja, dat was de laatste pagina al. God damn it. Nou, dat was het weer. Dat waren de tekeningen. Waar moet ik dat ding nou laten? Ach, het is hier zo'n zootje. Het is echt seriously een zootje. Nog een keer proberen. Maak je die tekeningen van Rens en Sam met dat laatste... Nee, nee, nee. Dat heb ik op de iPad gedaan. Met paper. Op de iPad heb je een tekenprogramma dat heet Paper. En dan heb je standaard tools tot je beschikking. Een kwast en een pencil en een gum en waterverf. En het werkt awesome. Werkt absoluut awesome. Maar je moet het dus in één lijn kunnen tekenen. Daarom had ik dus, dat heb ik met Sam en Rens ook gedaan, een paar keer eerst de mannetjes getekend, dat ik een beetje weet hoe ik ze wil tekenen. En dan dus met dat penseeltje in dat iPad dingetje tekenen. Je hebt 3 verschillende webstores. Steam, Origin en Uplay. Dat klopt. Ik heb Steam en Origin staat daar ook ergens tussen, toch? Ik zie hem niet eens staan. Oh ja, daar. Origin staat eronder, you dumbass. En Uplay staat daar rechtsonder. Ja, dat klopt. Uplay, dat is voor Assassin's Creed. Origin. Ik weet niet of ik op Origin heb. Nee, geen idee. Zijn er nog andere vragen? Hebben mensen echt zoveel problemen met de chat, joh? Dat is donders irritant. Dat is heel erg irritant zelfs. Woep. Moet ik nog wat meer laten zien? We hebben er nou de tijd voor. Of nee, wat kan ik beter zeggen? Ik neem er nu de tijd voor. Mensen wilden nog de honden zien? Die leggen hier nou allebei. Ken je drankensangonline.nl? Nee, ken ik niet. Nog nooit van gehoord. Hebben mensen zoveel ruzie met de chat? Dat is echt heel vervelend. Dan spam je vraag dan maar. Van welke muziek hou je eigenlijk van? Van alles. Echt serieus van alles. Ik heb geen specifieke genre. Nou, harde rock vind ik ook best wel prima. Dat mag ik wel. Ga je ook nog straks een game doen? Volgens mij heb ik al 3 keer gezegd dat ik dat niet ging doen. Kijk, little Bluey. Hey Bluey. Hey Blue. Ho, ho, ho. Waar ligt die ouwe dan? Wat is die ouwe? Yo. Meisje uit mijn klas heet Jiska, echt waar? Jeetje, is je werk moeilijk? No. Nee hoor, dat valt wel mee. Mountain Dew. Yum, yum, yum. Gulp, gulp, gulp. Ik heb nog 1 blikje staan. Lekker hoor. Hardcell en dubstep.
Nee, geen dubstep. Hoi, hoi, hoi. Zou je drank en zang online kunnen proberen of laten zien? Nee. First choice of Mountain Dew? Fuck, dat vind ik moeilijk. Op dit moment Mountain Dew. Ik heb, dat is ook erg doorslessend. Hardstyle en dubstep only for Jim. Ja, ja, hoor, dit heb je al gezegd. Fuck. Jim, met welk potlood heb je die schetsen gemaakt? Met een 2B potlood, als het goed is. Heb ik dat hier in de buurt? Tuurlijk heb ik dat hier in de buurt. Hoe doe ik dat? Godsamme, het legt nog allemaal shit op. Dan, die kan niet zo netjes eten. Dus je gooit zijn koekkruimels altijd op mijn ding. Oh! Zegt de first choice motto nog eens. Wat was dat ook alweer? The real American taste is my first... Ik weet het niet eens meer. Ik heb het al zo vaak niet meer gezegd. First choice cola. The real American taste. It's my first choice. Zo. Ja, dan kan ik dit natuurlijk niet... Hoe doe ik dit? Het gaat hem nooit worden zo natuurlijk. Maar goed, dit is potlood. Kijk, potlood. Piep, piep. Hoe krijg je in Adobe die zwarte balken weg? Ik kan het niet vinden op Google. Welke zwarte balken bedoel je? Of bedoel je Premiere? Premiere, oké. Okay. Ja, ik teken altijd klein, hè. Daar kan ik ook niks aan doen, man. Zo. Ik teken altijd heel snel. Ik ben wel van de quick draw. Het moet allemaal niet te lang duren. Al een getrut. Schetsen maken, fuck die shit. Oh, kan je dat niet zien? Hihi. Is toch best wel lastig met één hand, jongens. To be honest. Oh. Dit nog zien? Nee. Ik moet met één hand tekenen, dat is echt heel kut. Nou goed. Try to make the most of it, right? Zo. Zo. Tada. Oh. Zijn die schetsen te koop? Wel ja, joh. Wat er een gek voor wil geven, toch? Zware wenkbrauwen. Heavy fucking brows. Hair on face everywhere. En volgens Dan dus ook op mijn rug. Maar goed, dat zijn mannetjes. Ik denk dat de meeste mensen... Even kijken hoor, waar zit ik? Oh, ik kan het zo moeilijk zien. Donder op, Mike. Even kijken hoor. Zo. De meeste mensen willen liever dit zien, denk ik.
Zo. Yes. That is what we want to see, right? Boobs on women, boobs. Large fucking breastesses. Dus kijk, wel een beetje chagrijnig, wacht. Zo. There we go. Put a little smile on you, girl. Maar goed, als ik de camera niet hoef vast te houden, dan lukt het wat beter. Alright? Zo. Nu we dat ook hebben gedaan. Wat hebben we nog meer? Zijn er al mensen met nieuwe originele vragen? Oh, wacht. Ik zie... maak een mix met Mountain Dew en First Choice. Oeh. Ugh. Is dat een self-portrait? De beste? Nah. Nee, man. Mijn head. Ja. Yeah. Ja, het moet ik voorstellen, maar ja, dan kan je gewoon een rondje tekenen met fucking zware brows en een ding op zijn hoofd. Of gewoon een kaal hoofd tekenen, dat ben je er ook wel. En een beard, that's about it. Wil je mij tekenen? Ah, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Fuck, daar zitten we hier vannacht nog. Zou je een keer naar de schietbaan willen? Ja, man. Als je dat gaat doen, ga je het dan filmen. Ik denk dat ze dat niet leuk vinden als ik dat doe. En zomaar kom je ook niet op een schietbaan, volgens mij. Moet je daar dan geen certificaten voor hebben of zo? Geen idee. Hoe krijg je in Adobe die zwarte balken weg? Ik kan het niet vinden op Google. Beoefen jij de sport nagelbijten? Mwah. Nee, nagelpulken misschien, maar bijten? No. Dag Jim, het was zeker gezellig. Nou, dag man. See you later, dude. Heb je... Oh god, ik zie dat Jake nog steeds... Oh, wacht. En welk merk schetsboek? Wat is dat? Canson. Ah, eigenlijk merk schetsboek, dat maakt geen drol uit. Je moet gewoon goed stevig papier hebben. Een beetje grof papier als je met potlood te werk gaat. Moet je grof papier hebben. En hoeveel gram zullen we zeggen? 160. 120 kan ook wel, maar dan moet je niet gaan inkten. En 160 ben je sowieso good. En als je echt met waterverf gaat werken, dan moet je echt wel wat dikker gaan. En dan heb je ook wel speciaal papier nodig voor waterverf, eigenlijk. Anders loopt die shit uit. Nick Green vraagt de hele tijd, hoe haal je die zwarte balken weg met... Ik heb geen favoriet kledingmerk, trouwens. Ik zie die vraag opeens omhoog komen. Welke sport heb je ooit beoefend? Geen. Ik heb heel veel vrije tijd voetbal gedaan. Gewoon... Ja, van 16 tot 22, geloof ik. Stel, halve zolen, lange slungel. Nou, lang ben ik niet. Maar samen met Dan waren we vaak op het voetbalveld te vinden. Favoriete merkkleding heb ik niet. Wat vind je de slechtste eigenschap bij een mens? Oeh, kijk eens, dat zijn vragen, zeg. Jeez. Wat vind je de slechtste eigenschap bij een mens? Egoïsme, daar heb ik echt wel een hele teringhekel aan. Ik denk egoïsme. Ja, een mens heeft heel veel slechte eigenschappen, maar egoïsme is geen best hoor, egoïsme. Kun je een instrument bespelen? Tuurlijk kan dat, klinkt voor gemeter. Ik heb er nooit voor geleerd, als je dat bedoelt. Maar geef mij een piano en ik kan op die toetjes drukken hoor. Pling, plong, plong, pling. Wat was er nou met die vraag over zwarte balken? Waarschijnlijk stel je dan in... Ik neem aan dat je Premiere bedoelt. Waarschijnlijk stel je dan je ding niet goed in. En wat bedoel ik met ding? Ja, dat is een hele goeie. Ik gebruik dus altijd een stramien. Dat heb ik ooit een keer ingesteld en die staat dan gewoon gelijk goed qua instellingen. Hier heb ik dan gelijk mijn... introotje, mijn titeltje en mijn muziekje. En dan hoef ik dan alleen maar een video in te mieteren.
Maar laten we zeggen dat we een nieuw project gaan doen. Dan stel je hier allerlei shit in. Dat laat je gewoon lekker standaard staan. Dit zijn je memory dumps. Waar die als een temp files neerpleurt, geloof ik. Volgens mij wel. Niet belangrijk in ieder geval. Capture format HDV. En dit laat je gewoon allemaal standaard staan. Dit laat je gewoon allemaal standaard staan. Hoppakee. En dan kom je als het goed is bij het volgende scherm. Dit is heel belangrijk. En hier zou je dus naar HDV moeten gaan. Dat is gewoon alles wat HD is. En dan als je 720 doet, dan is het deze. En als je 1080 doet, dan ga je naar die. En hier staan heel veel settings al goed. Nou, ik doe 720, want ik vind 1080 worden mijn bestanden te groot. En zo heb jij dan een video in het juiste formaat. Zo doe je dat in Adobe Premiere. Ik bedoelde bijvoorbeeld gitaar goed bespelen. Nee. Van welke films hou je? Goeie films. Zou je een keer naar de schietbaan willen en ga je dat dan... Dat heb ik toch al gezegd. Die vraag heb ik al gezegd. 800813. Wat vind je de slechtste video die je hebt gemaakt? Wat vind je de beste? Poeh. Ja, ik heb er zo'n kleine 300 staan. Aan, hè? Nieuw venster. Oeh, snotje. Oh, niezen. Ja, waar is een verkaamd in de vak? Oh, fuck. Hè? Heb je wat met redstone? No. Ga je nog verder met je vlog? Wat vind je de meest irritante Twitch-smiley? Allemaal. Gezondheid, dankjewel. Ik denk dat mijn beste video is die waar ik het hardste om kon lachen, is mijn vlogvideo. En die Call of Duty met Ruben en Kim. Die vond ik erg leuk. Die vond ik ook heel erg leuk. Kan ik die zomaar terugvinden? Geen idee. Oh, hier staan nog portals tussen. Was dit hier toch niet? Fuck. Die Call of Duty. Die Call of Duty. Vind je boobs een lekker ding? Sure. Ze is niet lelijk, maar... Ja, hey. Nog een keer gezondheid. Wanneer staat Assassin's Creed op YouTube? Ik heb nog geen video's, jongens. Hoe heb je Kim leren kennen? Heb ik al beantwoord. Dan ben je te laat. Dat heb ik volgens mij al 2 keer beantwoord zelfs. Dit zijn de video's die ik nog heb. Ik heb 1 Tomb Raider en ik heb nog 4 Walking Dead. Dus morgen zal het wel een Tomb Raider worden. Ik zal dit weekend wat Assassin's Creed gaan spelen, dat we die ook hebben. En dan zijn we er wel weer. Dan hebben we dus Assassin's Creed, Walking Dead. En zodra deze allemaal geüpload zijn, dan ga ik met episode 5 verder. Dus Assassin's Creed ga ik van het weekend hopelijk recorden. Morgenochtend. Maar ik moet ook nog Hitman doen voor een zondag. Ai, ai, ai. Wat vind ik de slechtste video? Was ook een vraag, hè? Fucking hell. Weet ik niet. Ik heb best wel aardig wat slechte video's die gewoon niet zo goed uitpakten. Maar ja, wat doe je er dan? Geen idee. Weet ik niet. Ik vind er zat best wel slecht. Als in, had beter gekund. Met dat geluid niet zo goed was. Welk lettertype gebruik je voor je thumbnails? Dat is Litos Pro. Litos Pro Regular en Litos Pro Black. Lust jij bier? Tuurlijk lust ik bier, maar ik mag geen alcohol. Wat vind je het leukste aan video's maken voor YouTube? Dat mensen het leuk vinden om te zien. Dat vind ik leuk. Wat vind je het meest irritante woord dat er is? YOLO is best irritant. En hoe heet die andere hype nou? Damn it. Waarom mag ik geen alcohol? Medicijnen. Als je dagelijks 3 pillen in je mik gooit, dan heb je de pech dat er wel eens eentje tussen zit waardoor je geen alcohol mag nemen. Swag. Nah, swag. Ga wel mee. Val wel mee. Hoe heet die? Oh, godverdamme. Ik kan er niet opkomen hoe dat andere...
Staat er niet toevallig een video ergens? God damn it! Nee, weet ik niet. Als je een standaard woord zou hebben of uitroep of dergelijke, wat zou dat zijn? Wat bedoel je, een standaard woord? Fuck. Fuck vind ik wel een standaard woord. Wat is er gebeurd dat je zoveel medicijnen moet slikken? Dat is een chronische ziekte. Dat heet achlesie. En als je wil weten wat achlesie is, dan kan je dat googlen. En dat is heel vervelend en heel pijnlijk. En om dat, de pijn tegen te gaan en de krampen tegen te gaan, heb je daar medicijnen voor. Dus ik heb er 3 die ik sowieso elke dag moet doen. En dan een stuk of 2, 3 voor als het erger wordt of wat dan ook. En ik kan het wel verder uitleggen, maar ik denk dat dat een beetje, dat mensen het niet begrijpen. Want het is, de ziekte is heel moeilijk uit te leggen. Dus moet je het maar opzoeken. Wie is favoriete streamer? Heb ik niet. Ik kijk heel weinig streams eigenlijk. Dat is misschien vreemd, omdat ik zelf heel veel stream. Maar ik kijk... Kijk ik streams? Nee. Hoe schrijf je het? Want, oh, achalasie. Zo schrijf je dat. Het is een aandoening aan de aansturing van je slokdarm. Dus die spieren die dat aansturen, die werken niet goed. Met alle gevolgen van dien. Migraine. Zo schrijf je niet migraine trouwens. Er hoort nog ergens een i. By the way. Just saying. God damn it. Waarom is berichten 1? Wat? Persoonlijke bericht. Die lees ik straks wel. Wat is dit? Geen 5-card shuffle? Wanneer ben je begonnen met YouTube? Hey Bramster, ik vind het best dat je zo laat erbij komt, maar dan ga je geen vragen stellen die al lang beantwoord zijn. Kan je niks aan doen, maar dan moet je maar gewoon op YouTube de stream kijken. Maar ook dat heb ik meerdere keren beantwoord. Wat is de reden waarom je geen Dextry gebruikt? Omdat je voor Dextry ook moet betalen. En ik heb dus Fraps waarvoor ik heb betaald en ik heb XSplit waarvoor ik heb betaald. Dus ik zie niet het nut om nog een derde erbij te kopen wat hetzelfde doet. En er ook weer voor te betalen. Dus daarom. Ik weet niet wat deze comment... G5 card shuffle vraagteken. Geen idee. Leuke game, alleen wel jammer van die crash. Ja, dat was inderdaad heel vervelend. Het is inderdaad heel vervelend. Dat jij dat volhoudt zo'n drukke dag. Dit vind ik leuk. Reacties, comments. Op mijn video's vind ik erg leuk. Leuke comments dan. Ga je Bordeaux een keer bekogelen met bakstenen? Huh? Dextream moet je ook voor betalen. Je kan al die software kei makkelijk gratis downloaden. Ja, je kan alles gratis downloaden, maar dat mag niet. Sorry Jim, mijn Nederlands is goedste vak. Ik heb het geleerd in de 3e groep. Aha, dat is humor. Ik weet niet wat Johan Vis bedoelt met Bardo bekogelen met bakstenen. Whatever. Oh yeah, weer een nieuw stream. Oh, dat is nog steeds op mijn... Zou je ooit nog iets anders op YouTube zetten dan alleen games? Ja, sure. Net zoiets als wat ik met die vlog heb gedaan. Dat vind ik grappig. En met die... wat heb ik ook nog een keer gedaan? Zomaar tussendoor. Die First Choice Crate. Dat soort losse grapjes vind ik leuk om gewoon te doen. Ja hoor, tuurlijk. Ga ik vloggen? Nee, het zit er niet in. Ik ben niet zo'n vlogger, denk ik. Al zou ik een vlog maken, dan is het met reden om iets te vertellen. En ik ga niet zomaar huppelen voor de camera omdat het, omdat ik dan views heb of zo. Dat ga ik er niet voor doen. Vloggen met Jim, ja, maar dan moet ik wel wat te vertellen hebben en dat heb ik niet. En dat kost me trouwens veel te veel tijd. Ja, reacties van mensen vind ik leuk. Zie je zo, deze is vandaag geüpload. Nice, nog een aflevering. Favoriete serie. Nou, dat vind ik leuk. Wat voor graphics card heb je? 86 GTX. 2 keer achter elkaar. Ja, ik heb al 2 weken, denk ik, dagelijks geüpload. Hé, dat is best wel knap voor mij, toch? Dat is best wel knap. Fruit Loodle. Hoe kom je toch op die namen? Geen idee. Wat heb ik deze week gedaan? Werken, streamen. Dit was vlog. Ja, inderdaad. En stofzuigen en afwas doen en...
Oh, was dat Lily? Ja, ja, dat zal waarschijnlijk nog over dat... ja, de message was van haar inderdaad. Dat zal waarschijnlijk over die... over dat liedje gaan. Ik vind het toch wel lef hoor, als hij dat doet. Daar heb ik wel respect voor. Droge muil. Anders nog iets. Ik vind het jammer dat de microfoon op die camera het niet doet. Dan had ik namelijk nog wel een rondje kunnen lopen. Jammer. Oh. You're using outdated drivers? Sure. Oh. Kan ik dat niet verder instellen dan ofzo? Dat is eigenlijk wel een beetje weird. Broadcasts and drivers, manual. High resolution. Wat vind je van de Walking Dead story? Awesome! Laat liedje zien. Als je het liedje wil zien, dan moet je naar Miss Lily For You op YouTube gaan. Dan kan je het liedje zien. Ik heb het ook getwitterd trouwens. Twitter! Handig om mij te volgen op Twitter trouwens, jongens. Apenstaartje Jimmon. Kan je ook tweets naar mij sturen. Ik reageer volgens mij altijd wel op tweets. Tenzij het al iets is waar ik al eerder op heb gereageerd, dan doe ik het niet. You Blue Effect. Ik weet niet wat dat is. Permanent Crosshair. Ik weet ook niet wat dat is. Je hebt een nieuwe random reactie. Okay. Nou, hier kan ik niet zoveel mee. Nee, ik weet niet hoe ik die cam kan gebruiken ook voor geluid. Dat is een beetje jammer. Vertel een leuke mop. Is Jimon je real name? Hebben we het daar ook niet over gehad? Zijn er nou zoveel mensen die er dan pas later bij komen of zo? Ik heb het allemaal al doorgenomen. Nou, aan dat ding heb ik ook niet zoveel. Zo. Anyway, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje door zijn vragen heen is, of niet? Volgens mij wel, hè? Mensen hebben niet zoveel meer te vragen. Ik zal dit ding trouwens even opzij leggen. Ik heb een probleem met Adobe Premiere Pro. Als ik met Daxtry record, kan ik niet mijn microfoon opnemen, maar wel het geluid in-game. Ja, dat klopt. Daxtry gaat dus ook nog anders om met audio. Dan heb je een tussenstap nodig voordat je het in Premiere kan laden. Daarom gebruik ik ook geen Daxtry trouwens. Nu even over koken. Kook je snelle maaltijden die je alleen hoeft op te warmen, of haal je ingrediënten uit de winkel en bereid je zelf om en om? Ik maak ook gewoon mijn eigen eten. Dat vind ik namelijk lekker, pasta's en zo. Maar, jawel, Johan de Zwart. Ik zie jouw vragen ook. Wat vind je van de Walking Dead story? Vind ik awesome. Ik heb er alleen niet zoveel aandacht aan besteed. Maar gewoon opwarmen is ook wel een ding wat ik doe. Ja, je hebt niet altijd heel veel tijd natuurlijk. Even kijken. Heb je wel eens parachute gesprongen of zou je het nog willen doen? Nee. Nee, ik heb het niet zo op vliegtuigen. En ik heb het ook niet zo op hoogtes. Fraps geeft jouw game net zoveel FPS als je speelt, toch? Nee. Nee, dat moet je instellen. Waar is mijn Fraps? Joep. Woep. Fraps, hier stel je je FPS in. Ik zet het standaard op 45, want dat vind ik lekker. En dan gaat je game ook op 45 fps draaien. Of een meervoud ervan. Dus als jij 90 fps hebt, dan haalt hij dat ook. Want dat is het dubbele van 45. Dus daarom hebben mensen best wel een hekel aan fraps. Ik heb ook een paar keer gerecord met XSplit. En dat werkt ook prima. Maar fraps geeft nou eenmaal de beste kwaliteit. Dus. Anders nog iets? I'm waiting. Volgens mij zijn we door de vraag heen, hè? Awesome. Heb je 5 dingen die je zou willen doen voor je doodgaat? Jezus Christus. Gelukkig zijn. Dat lijkt me wel awesome. NVL Productions. Hey man. Ho, ho, ho. Opeens gaat de chat heel hard. Ga je vaak uit eten? Nee, bijna nooit. Jim, wat ga je doen als de stream is afgelopen? Weet ik nog niet. Eigenlijk. Het is nu 10:30.
Weet ik niet. En de dingen die opgenomen zijn, zijn veel gigabyte. Ja, Fraps maakt hele grote bestanden. Een zeer goede avond. Goedenavond. Remco is dat, hè? Ja, Remco. RVL Productions. Bak je dingen, cupcakes of cake? Nee. Ik bak geen shit. Ik kook wel, maar bakken... Nee, man. Als je nog één dag of week te leven had, wat zou je dan het liefste gaan doen? Zorgen dat ik meer dagen te leven heb. Ik vroeg of jij ook het leuk vond om met andere YouTubers op te nemen. Dat vind ik heel erg leuk. Er zijn zat zeer leuke YouTubers. Ook al kijk ik ze niet. Maar dan kan je daar nog ontzettend veel plezier mee hebben om daar een keer een project mee te doen. De twee keer dat ik met Project Minecraft heb gerecord was ontzettend leuk. We hebben op hun kanaal hebben we toen een adventure map gedaan. Dat was echt geweldig. Het duurde 2,5 uur. Het duurde wel erg lang. En hun hebben mij geholpen met Random World. En dat was, fuck. Dat was ook erg lachen. Rens heeft een hele mooie keuken gemaakt. Die later is afgebrand, helaas. En we hebben zijn kippenstrand ook nog gevonden. En dat is geweldig. Ik heb natuurlijk met Boyd heb ik ook een aantal dingen gedaan. En met Roman heb ik een aantal dingen gedaan. En dat is nog nooit niet leuk geweest om te doen. Je hebt ook van die YouTubers die zich te hoog voelen om met fans te praten en zo. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Want er zijn ook gewoon een aantal fans, tussen aanhalingstekens, die gewoon alleen maar kunnen vuilbekken. En hun nemen dan de houding aan. Ik ga ze dan gewoon negeren. Dat kan. En zoals de meeste mensen wel weten, ik negeer niet. Als je een grote muil hebt, dan krijg je een grote muil terug. Joris de Boer, sorry, ik moet gaan. Dat is jammer. Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik heel erg jammer. Hoe lang ben ik nou bezig? 2,5 uur. Ik denk dat... 2,5 uur? Nee, 1,5 uur. 1,5 uur vind ik wel best, hè, voor een Q&A. Dan ga ik de stream stoppen. Dit was de Q&A dan. Ik denk dat ik wel heel veel vragen heb beantwoord. Wat ik ga doen als de stream is afgelopen, voor mensen die dat nog wilden weten, dat is deze video in Adobe Premiere gooien en die alvast renderen. Zodat ik hem morgenochtend staat hij op YouTube. Dus deze hele Q&A zal morgenochtend op YouTube staan. Morgen vroeg even Formule 1. Ja, Formule 1 heb ik niet zo van mij. Ga je binnenkort nog iets opnemen met Project Minecraft of Boyd? Heb ik ook al beantwoord. Dat ligt eraan wanneer we tijd hebben. En als we ook inderdaad een idee hebben om te doen. En op dit moment denk ik zeker Boyd. Boyd heeft heel veel projecten waar hij mee bezig is. En zijn streams natuurlijk. En Project Minecraft heeft ontzettend veel te doen. Die zijn ook altijd wel bezig met streams of hun eigen series doen. En ik heb ook veel te veel series. Ik heb mijn Crysis stream die ik wil doen. Ik heb The Walking Dead die ik af wil maken. Ik heb Tomb Raider. Ik heb Assassin's Creed. Had ik die al gezegd? Volgens mij wel. Fuck. Veel games. En als ik iets anders ga doen, dan betekent dus dat je langer moet wachten op iets waar je ook wil zien. En Boyd is deels Engels. Nou, doe ik ook. De bedoeling is dat mijn Guild Wars streams grotendeels Engels zullen worden. Omdat denk ik dat je daar je kijkers mee blij maakt. Er zijn heel weinig Guild Wars streams, zover ik kan zien. En er zijn dan nog minder hele goede streams. Dus als je dat alleen maar in het Nederlands gaat doen, dan ik denk dat je dat beter in het Engels kan doen. Dat je een algemene internationale stream van maakt van Guild Wars. Dat is het idee. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat werkt. Orstit, bedankt voor het streamen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de tijd. Nou ja, geen dank. Het was wel weer eens tijd voor een Q&A. Dus ik ga hem straks even in de Premiere gooien. Ik ga hem renderen. En dan ga ik hem morgen uploaden. Dat zal wel een groot bestand zijn. Dus het kan wel even duren, dat uploaden. En dan zullen jullie dat morgen wel zien. Ja, dat was het. Ik blackte even uit. Dat was mijn... Mijn toedracht aan de Q&A. Dat is mijn give, answer giving for all the peoples out there. Iedereen bedankt voor het kijken en hou mijn Twitter in de gaten. Apenstaartje Jim Mon, als u wil weten of ik dit weekend nog ga streamen. Ik geef het altijd aan op Twitter. Ik probeer het zo vroeg mogelijk aan te geven op YouTube, maar dat lukt niet zo. Volgende week weer een Q&A? Ja, tuurlijk, we gaan elke week een Q&A doen. Fuck no. Nee man. Volgende keer gaan we gewoon weer gamen. Dit weekend komt er ook heus nog wel een stream aan met een game. Misschien Crysis. Het moet toch wel lukken om één keer in de week een Crysis te streamen, vind je niet? Maar goed, dan moet je Twitter in de gaten houden. Hou YouTube in de gaten. En like my video's. Comments on de video's, want daar doe je mij een groot plezier mee. Als je de Bioshock
game nog wil winnen op 26 maart, dan moet je een like geven en iets in de comments zetten, zodat je misschien random gepikt kan worden om die game te winnen. En ik merk dat mijn stem overslaat, want ik heb een heel droog strotje. Het is tijd dat ik het laatste blikje Mountain Dew tot me neemt. En eventjes deze Q&A gaat verwerken. Q&A gewoon voor de stream begint en in de chat gooien, ja dag. Nee hoor, ik ga niet zo vaak Q&A's doen. Helemaal geen zin in. Veel te veel werk. Alright, iedereen een hele fijne avond. En mensen die op YouTube kijken, een hele fijne dag verder. En voorlopig geen Q&A dus. Ik denk dat het wel weer even genoeg is, vind je niet? Iedereen tot later en de mazzel.